de zeedijk aan de kop van het land in Dordrecht. Over een lengte van zo'n 100 meter gaan hier damwanden in de grond. We zijn hier begonnen met korte damwanden, 10 meter. We beginnen bewust met die korte damplanken om te kijken wat de omgeving doet en of er wat obstakels in de ondergrond zitten. Daarbij hebben we een continu monitoring systeem. Woningen worden continu gemeten als die aan trillen is, maar ook als die niet aan trillen is, ook 's nachts. Daarbij hebben we trillingsmetings geïnstalleerd op de woningen, volgens mij 4 stuks op iedere hoek van een woning. Zodat we ook direct kunnen zien als de frequentie hoger is, dat we een signaal krijgen van joh, hey, let op, er kan mogelijk schade veroorzaken. Ik wil helemaal niet zeggen dat de schade veroorzaakt wordt, maar het is puur een signaal. Kijken van joh, dat we alert in moeten zijn. Ja. Dit is gewoon één grote doorgaande wand, ja. Puur voor de stabiliteit. We hebben op andere trajecten wel eens voor piping en dergelijke stukjes damwand aangebracht. Ja. Dat werkt als een stabiliteitsscherm, maar ook gewoon dat de dijk zijn werk wel kan doen. Okay. Dus dat, er zitten wel verschillende constructies. Ja. Nou. Het is zo dat we berekeningen hebben gemaakt en het bleek dat met het huidige profiel, zoals hij er nu ligt, dat de dijk niet stabiel was. Dus niet door de toetsnorm zou komen. Hebben we deze planken moeten aanbrengen, die waren oorspronkelijk wat lichter. Die zijn nu 30 meter en verankerd, dus dat scheelt nogal. En die hebben we echt nodig voor de stabiliteit. Nou, want meer ruimte buiten dijks hebben we niet. Eén om de wegconstructies richting kop van het land. En de andere dat hier nog een jachthaven achter zit. Nou. De dijkversterking is aan het eind van 2016 klaar.